Vandaag in Wegmisbruiker ziet deze golfrijder de bui hangen. Toen ik hier de bocht kwam, denk ik nou, wegmisbruikers. Ik kan wel kwaad op jullie gaan worden, maar ik heb dat toen niks aan. Ja, dat is niet zelfs degene die het gas zit eraf. Ja, plukken de Gelderse surveillanten een fiscale wanbetaler van de weg? Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Die wordt zo dadelijk opgehaald. En krijgt deze wegpiraat de volle map. Rechts inhalen. Ja. De snelheid en wat de dubbele doorgestreep. Wordt dus helemaal niet door de vingers gezien. Alles wordt gewoon hard aangepakt. Ja, maar er zijn nogal grove dingen die je doet. Het zijn niet zomaar dingetjes, hè? Wie genoeg zelfkennis heeft, die weet wel en wat hij vooral niet moet doen in het verkeer. Deze golfrijder kent zichzelf al langer dan vandaag en heeft ervoor gekozen om geen motor te besturen, omdat hij zijn rijbewijs dan zeker een keertje kwijtraakt. Maar het is helaas geen garantie dat hij zijn roze papiertje mag behouden, want in de auto gedraagt hij zich niet veel beter, zoals we zien bij Steenbergen op de Dintroordseweg. Surveillanten Remco en Sietse worden over een dubbele doorgetrokken streep ingehaald door de bestuurder van een Volkswagen Golf. Sietse heeft een trajectmeting gestart en die komt uit op een forse overschrijding van de maximumsnelheid. 29. De golfrijder gaat er opnieuw vandoor en de surveillanten starten een tweede meting. Maar die wordt tussentijds afgebroken. Ja, laat maar weg. Ik loop te veel, hè. Wordt ook niks. En maar gewoon gelijk mee dan, parallel weg. Maar eerst gaan we nog even inhalen. Ja, toch. Jongen. Ik ga er gelijk overheen, Sietse. Maar deze bestuurder laat zich niet zomaar passeren, want hij rijdt meteen het gaatje dicht. Dat wil zeggen, dat ga ik niet redden. Ik zet het liever maar stop tegen. Ja, daar wil hij wel de beste over in hebben. Dan zegt hij, waarom zouden jullie keren? Goeiedag. Hendricks, verkeerspolitie. Jij hebt al door het enige fout gedaan, denk ik. Ja. Snelheid is te hoog. Net geen invordering. Twee keer inhalen. Daar was ik al heel bang voor, ja. Ja. Kom even kijken. Jokker rijbewijs. Goeiedag. Goeiedag. Ik mocht het laatste niet meer tussen. Niet meer voorlangs gaan. Ja, nou, ik denk nou dat is eentje die allemaal expres gewoon voorbij wil. Oké. Okay. Toen ik hier de bocht kwam, denk ik nou, wegmisbruikers. Ja, voel het al aan je water. Man. Nou, toen ik moest zeggen, toen ik uitstapte, denk ik nou, daar gaan we rijbewijs. Nou, je zit er dicht tegenaan, inderdaad. Ik ben er bang voor. Dus je weg waar je die mond gegooid had. Hier ben ik net gekeerd, inderdaad. Sorry, ja. Mag niet, hè? Nou, wel, hè? Oh ja. Ja, goed, dan kom je hier ons dadelijk voorbij. Ik zag je al aankomen met een behoorlijke snelheid. Ja, er valt weinig aan toe te voegen, hè? Ik weet dat het helemaal fout is. De meting die wordt direct gestart op het moment dat je naast ons zit. Kijk, dan lopen de snelheden ook best wel fors op. Ja. Dan gaan we naar 140, hè? Dat is gewoon invordering rijbewijs, hè? Omdat je een wat lagere aanvangssnelheid hebt. Ja. Dan komt de gemiddelde meting. Heb je net geluk gehad? Heb je net geluk gehad, ja. Ja, dan komt de gemiddelde meting op 129 km per uur uit. En daar gaat dan ook een correctie vanaf van 4 km, als ik me niet vergis. Blijft 125 over. Kost weer 300. Ja. En dat is 45 over scheiding. Ja. Ik weet niet wat het kost, het ligt een beetje aan je snelheidsverleden. Aan je rijstijl te zien, denk ik dat je iemand bent die al wel... Nou, ik zou je zeggen, ik heb... Nou, deze diesel dan. Ik heb altijd een open korsuitje gehad. En ja, die was echt supersnel. En dan heb ik één keer een brief thuis gehad. Dat wacht 30 km per uur te hard. Nou, voor de rest wel 5 of 10 km, weet je wel. Maar dat was eigenlijk echt het enigste. En, ja. Ja, met deze auto ook al graag altijd rust, maar ik heb eigenlijk heel veel haast. Dus ja, heel stom. Ja, dat was te zien. Ja, een heel stom. Man. Ik kan wel kwaad op jullie gaan worden, maar ik heb dat toch niks aan. Ja, ik ben zelf degene die het gas zit eraf. Ja, heb je nog een verklaring voor de doorgetrokken streep? Nee. Ja, geen verklaring? Ja, haast. Ja, dat is een slappe smoesje. Nou, ik zet er gewoon niet heel erg uit. Dit is wel een mooie weg. Dat is motorrijders, die wil ik nog eens een keer het gas op die weg. Ja, je zou niet de eerste zijn van wie het rijbewijs op deze weg wordt ingevoerd. Zou ik daar in ieder geval niet alleen op deze weg natuurlijk, maar... Nee, Roosendaal heeft ook zo'n stuk natuurlijk, ja. Bij de benzinepomp.
Rij je zelf ook motor? Nee. Nou, ik wou het wel doen. Ik wou wel de rijbewijs gaan halen, maar ik weet gewoon van mezelf dat het niet goed komt. Ik weet dat wel van brommertijd. Brommetje opgevoed, weet je wel. En, ja, gewoon al voor gas rijden. Oude krijtler kopen, hè? Ja, die rijden heel goed rijden ook onder. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, ik zou het wel willen, maar gewoon een zunnap of zo. Maar motor, nee. Ik kan gewoon niet. Ik weet gewoon dat het gewoon niet goed vindt. Of rijbewijs kwijt. Of ja. Kijk, een vriend van mij precies zelf, die kan het niet normaal op de motor. Hij is een zieke rijbewijs kwijtgeraakt. Ja, zonder wat geld. En daarna is een baan nog eens kwijt. Ja. Je ligt naast bij zijn rijbewijs. Ja, denk ik wel. En een hele lange rit. Mooi jee. Er staan er twee. Dan begint hij bij elkaar uit. En die is voor dubbel doorgetrokken streep. 160, goh. Ja. En die andere? Die kan hem maar niet bepalen, want die zit 45 kilometer oversteden. Ja. Dus boven de 30 kilometer gaan ze naar het snelheidsverleden kijken in Nederland. Dus ja. Dus dat is even afwachten nog. Kom over een aantal weken komt daar iets van thuis. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dank je wel. Jij hoeft mij niet te bedanken. Nee, inderdaad. Maar goed. Het is misschien een wijze les, hè. Ja, laten we het daar maar op houden. Ja. Hey, toch kijk, beste, hè. Yo, houdoe. Deze bestuurder neemt de zaak sportief op en mag zijn rijbewijs nog net behouden. De bekeuring voor de doorgetrokken streep bedraagt €160 en de boete voor de snelheid loopt via de officier van justitie. Van Midden- en West-Brabant klimmen we op naar de regio Gelderland-Midden bij Hilsum op de N225. Surveillante Marcel en Michel zien hoe de bestuurder van een Volvo V70 de verkeerslichten negeert. Die gaat door rood. Ja, flink ook. Ja. Het was niet een beetje rood, het was donkerrood. Extra gas geven. En vervolgens verleent de bestuurder geen voorrang aan het verkeer van rechts. En dat was rechts geen voorrang geven. Ja, oké. Ze komen de voorkant aan. Michel geeft de bestuurder een stopteken. Hartens recht was dat? Ja. Meneer Goede. Dag meneer. Morgen, dag meneer. Ik zal me eerst even voorstellen. Michel Jansen, verkeershandhavingsteam, politie Gelderland-Midden. Ja. We komen op de Utrechtseweg, we zien wij u door rood rijden. Bovenop de snelweg. Dat klopt, ja. En vervolgens gaan we hier bij Nol in het Bos komen langs. Die weg van rechts, de 60-zone. Oh, dat weet ik. Die Volkswagen Golf. Die rode. Heeft u niet gezien? Ja, maar die verleent u geen voorrang. Ja, oké. Ik heb hem wel gezien, maar ik kon er nog. Dat was niet dat hij moest inhouden omdat ik er langs reed. Want nee, maar u blijft. Ja, u geeft gewoon gas bij. En het was eigenlijk dat ik denk, nou. Zou ik het u even terug laten zien? Nee, mijn collega? Ik weet precies wat het u bedoelt. Want ik ben hier niet bekend, ik moet daar zijn. Ja. Ik ben hier niet zo bekend, het is allemaal slinger. Ja, en daarom is die weg is gewoon gevaarlijk. Daarom is het 60 kilometer zone. Ja. En die kruisingen die zijn gewoon onoverzichtelijk. Ja. En dan zult u gewoon in moeten houden voor een weg van rechts. Dat heeft u volkomen gelijk in. Maar ik dacht toen ik er voorbij reed, daar had ik eigenlijk even moeten stoppen. Ja. Ja, daar had u gelijk in, ja. En daar krijgt u een bekeuring voor. Ja. Heeft u een rijbewijs bij u? Ja. Ja, dank u wel. Ik geef het apparaat erbij halen en dan kom ik bij u terug. Ja. Momentje. En vervolgens komt de bon uit de printer gerold. Wat is de bekeuring? €160. Plus €6 administratiekosten tegenwoordig. Dank u wel. Mijn fout. Oké. Excuses aanvaard. Maar een week of drie heeft u de Axegiro. Ja, dat mag. De man mag zijn weg vervolgen en krijgt een bekeuring van €160 wegens het geen voorrang verlenen. Voor het rode verkeerslicht krijgt hij een waarschuwing. Van Gelderland zakken we af naar de regio Brabant-Zuidoost bij Eindhoven op de randweg N2. Surveillante Ger en Ilko zitten achter de bestuurder van een BMW X6 die zich weinig gelegen laat liggen aan de maximumsnelheid van 90 km per uur. Ger heeft een trajectmeting gestart. 137. De tweede trajectmeting binnen de 80-zone pakt zelfs nog ietsje hoger uit. 147. Ik ben rechts erbij. Ger geeft de bestuurder een stopteken en vervolgens blijkt het om een bekende uit zijn eigen woonplaats te gaan. Dag meneer, u weet waarom wij u aan de kant zijn? Ik denk dat ik te hard gereden heb. Dat zou goed eens kunnen. Maar verder wel verantwoord, denk ik. Maar uw rijbewijs wordt toch ingevorderd? Is dat echt waar? Ja. Vandaar dat ik vraag, haal het er maar even uit. Oh. Want ik hoef niet uw hele portefeuille. Nee, dan niet. We hebben twee metingen gedaan. Eentje van 137 en eentje van 147, wat 80 mag. 80? Wat was er dan? Op de randweg. Toen maar niet hadden, dat staan overal borden van 80. En een nieuwe snelweg ja. Hier? Ja, maar dat is geen snelweg, hè. Dat is een N-weg.
En dan kijk in het midden moet ik gaan rijden. Maar dan maar 90. Dan hebben we al die mooie borden boven hangen nou. Ja. Maar zet de auto even af, zou ik zeggen. Ik weet niet of dat mevrouw een rijbewijs heeft. Ja, die rijbewijs. Dan zal het dadelijk verder moeten rijden. Kom maar even kijken naar de beelden. Goed, we rijden over de N2. Autoweg vanuit Eindhoven richting Eersel. Hieronder zijn onze geëikte kilometers, teller. Hier hebben we 1 meting gedaan. Dan komen we uit op een gemiddelde van 137. En dat is die meting over 1,8 kilometer. Ik wil eigenlijk niet zeker, maar... Nou, vervolgens, die tweede meting gaat nu lopen. Hoeveel rij kijkt je? Dat is 70 dan. 80, hè? Die mag je 80. Maar we komen dadelijk op een gemiddelde snelheid uit. En dan komen we gemiddeld uit op een snelheid van 147. Nou, u heeft gezien dat u pieken hoger heeft gezeten. Maar u heeft ook lager gezeten. Dus vandaar dat we gemiddeld uitkomen op een snelheid van 147 km per uur. Je mag dat 80, dus hij is... 67 te hard, hè? Er gaat nog een correctie af. Ik meen van 6, maar niet genoeg in ieder geval om een rijbewijs te behouden. Bij snelste overschrijding van 50 km en meer wordt de rijbewijs ingevorderd. Het rijbewijs gaat hier naartoe. Even een brief schrijven dat je het rijbewijs zo snel mogelijk terug wilt hebben. Herde vragen. Onze naam staat erop. Politie Brabant Zuidoost. Ja. En anders weet ik hem sowieso wel te vinden. Ja, weet ik wel. Oké. Okay. Het valt soms niet te vermijden dat je het rijbewijs van een bekende moet invorderen. De bijrijder neemt het stuur over en de officier van justitie zal verder over deze zaak beslissen. Straks plukken de Gelderse surveillanten een fiscale wanbetaler van de weg. Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Die wordt zo dadelijk opgehaald. Straks plukken de Gelderse surveillanten een fiscale wanbetaler van de weg. Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Die wordt zo dadelijk opgehaald. Sommige provinciale wegen zijn berucht om de vele verkeersovertredingen die er worden gepleegd. Deze Peugeot-bestuurder kan hierover meepraten, want hij wordt dagelijks met meer dan 140 km per uur voorbijgescheurd. Hij vindt dan ook dat de politie hier stevig tegen moet optreden. En dat treft, want de Drentse surveillanten zijn toevallig net in de buurt. Alleen is hij zelf degene die op de bon wordt geslingerd, zoals we zien bij Koevoorde op de N381. Surveillanten Dick en Martin zien hoe deze Peugeot-bestuurder inhaalt zonder richting aan te geven. Nee, ik ga wel graag verder. Ja? Door je haas op de weg. En nu maar eens kijken wat er nog meer gaat gebeuren. Nou, door het streepje die mee pakt. Ja, dat zit er wel. Kijk, ze komen ons zoals. Geweldig. Pas je gewoon weer door het streepje. Dat is een ononderbroken. Richting geen gegeven doet hij wel. Hè. Links en ook weer naar rechts toe. Doet hij. Ik zit even 115. Ja, dat is constant 115 zo'n beetje. Ja, dat is aan de kant. Dick spreekt de bestuurder aan op zijn rijgedrag. Een goedemiddag, heren. De reden dat we u laten stoppen is het... Rijden. Wat is het dan? Te hard rijden en doorgetrokken streep. Klopt. Ik ben het. Voor de snelheid krijgen we waarschuwing, voor de doorgetrokken streep krijgen we keuring. Dat is prima. We zagen het al aankomen, die vrachtwagen. Denk ja hoor, hij gaat wel mee. Ja, dat was dom, ik weet het. In de tijd dat ik de zaak even noteer, dan nodig je eigenlijk uit om even plaats te nemen in de auto. De dan kun je zelf even de beelden bekijken. Martin Timmers, aannaam. Goeiedag. Nou, kijk. Ik wist het al. Wist je het al? Ja, ik zei altijd aan uw collega, ik zei de doorgetrokken streep. Ja. Wat te hard. Kijk. Dat is een doortrokken streep. Ja. Dat is altijd voor zo'n... Ja, voor een heuvel. Voor een heuvel of waar een invoegstrook zijn waar het verkeer dus op komt. Want als je daar kijkt, heb je een toerit. Ja, klopt. En als er iemand nou vanaf die toerit komt, die gaat gelijk de hoofdrijbaan op. Heb ik een probleem. Heb je een probleem? Klopt. Frontale aanrijding. Dan zit je niet op de wacht natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, kijk. Ja, ik ben het. Ja. Hartstikke dom. Ik denk in een haast. Ja, precies. Ja. Dat
Dat was het dus qua beeld. Het is voor mij vrij logisch. Ja, dat, en de snelheid zit iedere keer op 100, 115 zo'n beetje. Ja, klopt. Dat is, en de weg waar je dus 100 baan. Ja. Ja, ik zei dat ik zeg al direct aan een collega. Ik zei, ik weet het al, de snelheid. En de Ja, nou, dat was het dan. Okay. Wat mij betreft. Mijn collega's zullen zij verder afhalen. Dat is prima. Ja, goed race straks. Ja, dank je. Okay. En hopelijk niet weer tot ziens. Oh ja, oké. U krijgt van mij een bonnetje mee. Tussen nu en een aantal dagen krijgt u een accept girokaart. Met wel een bedrag van 160 euro. Nee, ik vond dat de baas hem betaalt, dus ik heb geluk. Oh! Het scheelt weer nou. Ja, maar er komt nog 6 euro administratiekosten bij, hè? Nou, dat staat er niet op. Dan betaal ik die. Nee. Nou, oké, okay, dan wens ik je ondanks dit toch nog een goede reis verder. Ja, hou het wel even in de gaten. Ja, absoluut. Dat ja? We zeiden vanochtend nog, als de politie hier nou eens ochtends controleert, dan hebben ze heel wat centjes te pakken. Met, maar, nou, maar wij zijn daar 's ochtends ook wel eens. Ja, alleen het valt ons wel op, dan is het vaak zo druk, dan heeft inhalen totaal geen zin. Nee, maar zie, wij rijden 's ochtends rond een uur of 6 hier langs. Ja. En dan vliegen ze ons echt met 140, 150 voorbij. We zeiden nog, van hier moeten ze dan zijn eigenlijk. 6 uur 's morgens? Ja. Gaan wij dit keer om 7 uur zijn? Nee, maar dat is zo. Oké. Okay. Nee, maar goed. Dan kunnen we veel binnenhalen. Zulke tips hebben we ook nodig. Gaan we doen. Nou, oké, dan wens ik een goede reis verder. Ja, tot ziens. Hopelijk niet tot ziens. Wie weet. Nou, de tip staat genoteerd en wellicht dat er op deze weg nog strenger zal worden gecontroleerd. De bekeuring voor de doorgetrokken streep bedraagt 160 euro. We gaan door naar de regio Utrecht bij Werkhoven op de N229. Surveillante Theo en Willem zitten achter de bestuurder van een kanariegele Fiat die zichzelf hier in de nesten werkt. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, dat doen we dus op deze manier. Hij haalt het, twee wieltjes. De buschauffeur is aan het knipperen met zijn lichten. In ieder geval even aan de kant zetten zometeen. Dan had er ook gewoon achter kunnen zitten. De bestuurder krijgt een stopteken en Willem spreekt hem aan. Goedemiddag, verkeerspolitie Utrecht. We zitten hier even aan de kant om... De inhaalactie bij de verdrijvingsvlak was niet echt helemaal zoals het hoort, hè? Nee, dat was inderdaad niet zoals het hoorde, nee. Je had er ook gewoon achter kunnen blijven. Ja, precies. Want je ziet er in feite niks meer op. Nee, want nu sta ik inderdaad hier in Haarrijd, nou, in principe. Daarom, dat bedoel ik. Maar ja, goed, dan ben je één autootje opgeschoven en dan... In feite schiet je er weinig meer op. We wilden het bij een waarschuwing laten, hadden we al afgesproken. Okay. Als alles in orde is, nou, dat is het. Ja, nou, hier zit ook nog wat onder de bumper, ja, dat zit niet helemaal in orde is. Wat lampjes... Nee. Oh. Niet aan de raam. Nou, ik denk dat u dat voor stadslicht wil laten doorgaan of zo. Ja, dat klopt. Gewoon als daglampen, net als jullie hebben. Alleen bij jullie is het professioneel, bij mij is het gewoon universeel erop gelapt, moet ik zeggen. Daar heb ik vrede mee. Als u de dimlichten aanzet. Ja. En dat dan de lichtopbrengst van de dagrijlichten met 50% gereduceerd wordt. Dus hoe bedoel je dat? Dus als ik nu mijn dimlicht aanzet, dan moet dat in ieder geval minder zijn dan mijn dimlicht. Ja. Nou, moet minder worden dan. Ja, dat wordt het dus niet. Daarom heb ik het ook niet tegelijk aan altijd. Want ik heb al een keer... Daarom mag het ook niet. Nee, precies. Want toen ik het heb gekocht namelijk, toen zeiden ze er al bij. Van, op het moment dat je s'avonds buiten komt en je zet je dimlicht aan, moeten die uit. Ja. Want in principe als ik hem die s'nachts aanzet, zijn veel verder dan mijn dimlicht. Nee. Dus die zet dan ook net gewoon uit. Ja, daarom mogen het ook niet gevoerd worden. Okay, ook niet nu zo? Nee. Oké. Okay. Ja, ze kunnen in ieder geval gewoon uit. Hoor. Ik heb gewoon een knopje dat ze uit kan zetten. Zet ze uit. Want je had net ook de twee mistlampjes of zo had je branden in plaats van je dimlicht. Ja. Het is de verlichting die gevoerd mag worden, is de voorgeschreven verlichting. Oké. Okay. Ja. Mistlampen als het mist is en het zicht beperkt tot 50 meter. Of weersomstandigheden die het zicht beperken. En al dat soort, wij noemen het eigenlijk flauwekullichten, mag gewoon niet. Nee, oké. Okay. Ja, nee, is goed. Kost je elke keer 120 euro plus 6 euro administratiekosten. Ja, precies. Dus beter gewoon niet. Nee, moet gewoon niet doen. Nou, uitzetten, originele verlichting voeren. Ja, nee, precies. Nee, want daar heb je ook nog op de ruitenwissers heb je ook nog een paar van die rare ledlampjes liggen. Ledlampjes, ja, klopt. Ja. Allemaal, kan allemaal uit. Allemaal het is allemaal, wij noemen het kermisverlichting. Ja, precies. En dan mag je mee op de kermis staan, maar niet op de openbaar. Nee, is goed. Ik doe hem uit. Nee, afgesproken. Zonder van het autootje. Nou, dat vind ik ook nog niet van. Ja? Ja, ik heb het er zelf op gedaan. Ik heb het er zelf aan gemaakt, dus. Ja. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, je hoort wat mijn collega zegt. Ja, nee, zet het uit. Ja, doe maar. Oké. Okay. Goeie reis, doe voorzichtig. Ja, prettige dag nog. Deze jongeman mag van geluk spreken, want voor zowel het verdrijvingsvlak als voor de kermisverlichting krijgt hij een waarschuwing.
Koos, ledlampen zijn tegenwoordig weer helemaal hot. En we zagen ze net op die gele Fiat ook zitten. Maar volgens mij mag dat ook weer niet van jou. Nee, de wet schrijft precies voor wat voor verlichting je mag hebben. En dat zijn 2 dimlichten, 2 grote lichten, 4 stadslichten, 2 mislichten. De zogenaamde bocht- of hoeklichten. En dan de dagrijlampen. Nou zeg jij altijd, de auto's moeten naar voren wit of geel licht uitstralen en naar achteren rood licht. Maar die dagrijlampen van daarnet, die stralen wit licht uit. Dus wat is het probleem? Ja, ze waren wit van kleur, dus dat klopt wel. Maar ze waren veel te sterk, ze waren verblindend. En dat komt natuurlijk als je zelf daaraan gaat sleutelen, dan ga je daar verkeerde dingen op zetten. Maar als ik me niet vergis, hebben die nieuwe Audi's allemaal ledlampjes onder de dimlichten. Is dat dan wel toegestaan? Ja, dat bedoel ik nou. Die auto's zijn dus bij de Rijksdienst Wegverkeer geweest. Die zijn dus type goedgekeurd, dus die verlichting mag. Nou zijn de surveillanten dat die bestuurder zijn daglichtlampen zodanig moest reduceren dat ze minder licht gaven dan de dimlichten. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat verhaal moet ik even nuanceren. Artikel 41 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens zegt dat dagrijlampen bij dag mogen worden gebruikt en niet in combinatie met andere verlichtingen. Dus het is niet belangrijk of ze zwakker of sterker zijn. Ze mogen gewoon niet samen met andere verlichtingen worden gebruikt. Maar dan kon deze bestuurder, die kon met een schakelaartje, kon die alles in één klap uitzetten. Is dat een probleem? Ja, dat blijft een probleem, want de regeling voertuigen zegt dus dat de voertuigen niet mogen zijn voorzien van andere verlichting dan de voorgeschreven verlichting. Dus als je andere verlichting, ook al brandt het niet, je mag gewoon niet op het voertuig zitten. Stel nou dat de jongen helemaal niets aan zijn verlichting doet, hè, en die agenten komen hem later weer tegen. Wat zijn dan de gevolgen? Nou, dan wordt het kentekenbewijs ingenomen en dan mag hij binnen een bepaalde tijd komen laten zien dat de auto helemaal in orde is. Doet hij dat niet, dan wordt het kentekenbewijs door de politie opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En dan moet die auto daar opnieuw gekeurd worden om te kijken of hij in alle voorschriften voldoet. Als je na een lange periode weer op de motor stapt, dan is het belangrijk om de banden op droog te scheuren en spanning te controleren. Daarnaast is het goed om kritisch naar de remschijven te kijken, want door roestvorming kunnen die minder goed functioneren. Deze Honda-rijder zit vandaag voor het eerst weer op de motor en hij zou er verstandig aan doen om zich even in te houden. Maar dat kost hem kennelijk enige moeite, zoals we zien bij Koten op de N229. Surveillanten Theo en Willem zien in de flits de bestuurder van een Honda Transalp voorbijrijden die zijn voorganger inhaalt over een dubbele doorgetrokken streep. Kijk, dan gaan we even de snelheid van die auto meten. Die rijdt gewoon 80. Dus er is geen enkele aanleiding geweest voor die motorrijder om er voorbij te gaan. Ik kan hem hier zo meteen gelijk naar de bushalte sturen. Ja. Goedemiddag, we zijn van de politie. We willen graag even met u babbelen. U kunt hem daar bij de bushalte neerzetten. Willem spreekt de motorrijder aan. Ja. Dag meneer, goedemiddag. Nou, dat weet ik niet. Maar wat zou ik vragen? Wat zegt u? Wat zou ik vragen? Deze mensen die gaan straks even met u praten, die filmen. Heb ik helemaal gezien. Als de bekeuring wil, weg te dingen. Die filmen mijn werk. Ja, ik zal me even voorstellen. Ja, maar dat gaat niet zomaar. Dat doen we in Nederland niet. Komt u even hier staan? Komt u even hier staan? Die man gaat gewoon door. Wat is dat voor achterlijkheid? Komt u even hier staan? Wij gaan even praten. Ja, maar met het kutding. Die mensen filmen ons werk. Ja, dat kan me niks schelen. En daar kunt u straks een balletje mee maken. Ik zal me even voorstellen. Overeen is er nog. Wel, mag. Goed, nee. Maar goed zo. Heeft u rijbewijs bij? Heel onfatsoenlijk. Ja, en daar gaan ze straks over praten. Ja. Ik ga niet praten, want ik heb ontzettend haast. Ik moet naar Amsterdam. Ja. En het is inderdaad de eerste dag van het jaar dat ik op mijn motorfiets rijd. Ja. En ik rijd te hard. Nou, het hart, dat viel nog wel mee. Maar u haalde in over een doorgetrokken streep. Een dubbele doorgetrokken streep. En dat is het feit waarvoor u even aan de kant staat. Als u de streep niet overschrijdt, dan is er een feit aan weinig hand. Maar u ging er overheen. Ja, dat kan. En dat wagentje wat voor u reed. We hebben even geklokt hoe snel die reed. En die reed net geen 80. Dus er was niet echt een reden om te zeggen van nou, ik ga er voorbij. Over een aantal weken krijgt u een acceptgirokaart thuis. Dit kost €160. En er komen 6 euro administratiekosten bij. Dat is wel iets heel erg merkwaardigs. Ja, dat is ook niet iets wat wij bedacht hebben, maar dat schijnt beslist te zijn. Over een witte streep is €160. Dat is €160, ja. Met verkeer in beide richtingen. Is het in één richting, dan is het wat minder, maar dat is verkeer in beide richtingen. Dus een extra gevaarzetting. Daar heeft het mee te maken. Ik geef u even een hand en dan goede reis. Juist de eerste dag op de motor geeft aanleiding om het rustig aan te doen. De bekeuring voor de doorgetrokken strepen bedraagt €160. We gaan door naar de regio Gelderland-Midden in Barneveld op de Hessenweg.
Surveillanten Marcel en Michel hebben een Citroën-bestuurder in het vizier die veel te snel rijdt. Marcel heeft een trajectmeting gestart. Is hier toegestaan? 180. De eerste meting moet noodgedwongen worden afgebroken. En ondertussen neemt de bestuurder bij deze gevaarlijke kruising geen gas terug. De surveillanten starten een nieuwe trajectmeting. Van jump. En die jumpmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van hoeveel, Marcel? 99 gemiddeld. Nieuwe jump. Afgeknapt, 101 gemiddeld. De bestuurder heeft zijn bestemming bereikt en Marcel spreekt hem aan op zijn rijgedrag. Hallo, politie. Joh, je meent het. Ja, echt wel. Marcel de Jong. Hoi, sap. Sap. Voor mij een rijbewijs, alsjeblieft. Ja. Ligt hij meer mij ook even? Kijk eens. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Alisse. Dag, Alisse. Ik zag die grote toeter al zitten achterin. Met die camera bedoel je? Ja. De stits. Ze zeggen dat dat een rijbewijs is. Wat een vies ding, joh. Hey, je rijdt als een dolle. Viel mij toch? Het stukje wat we gemeten hebben, komen we op 101, 80. Dat valt mee, lijkt het. Maar het is allemaal bochten. Ja, ik ken de weg. Ja, dat is te zien. Alleen, het is niet een afgesloten weg. Nee, dus nee. Daar met, als je daar te hard kan rijden, dan heb je flink je best gedaan. Je krijgt in ieder geval een bekeuring. Waarvoor? Snelheid. Voor die snelheid, ja. Ja? Ah, best. Mooi, even blaastestje doen. Is goed. Dan kijken we wat de rest van de auto nog een beetje nodig is. Auto van jezelf? Ja. Cool. Nee. Geen ging ik wel. Ben je me graag kwijt? Misschien weer de beelden even zien. Dan kan mijn collega het even uitleggen wat hij bedoelt. Ja, die heb ik nog niet. Zelf, Michel. We rijden op een weg waar je 80 mag. Nou goed, deze meting die hebben we lopen. Alleen uiteindelijk kunnen we hem niet afmaken. Dat heeft de reden omdat je het 60 kilometer zone inrijdt. Mm-hmm. We zijn er net niet dicht genoeg bij om jou uiteindelijk uit te kunnen klokken. Maar goed, je ziet daar op de teller al staan dat jij er 100 hebt gereden. Mm-hmm. Op de 80 stuk. Er komt dadelijk een kruising aan. Ja, die grote kruising. Deze kruising, daar blijf je zonder gas terug te nemen, überhaupt. Laat staan te remmen. Ga je de kruising over. Ja. De collega die zat hem nog een keer opnieuw. En we houden een afstand. Nou, fijn. Ik ben een stukje van de band kwijt, dus ik kan je niet alles laten zien. Mm. Hoe spijtig het ook is. Heb ik dat weer. Ja. Is dat een stukje van de band kwijt, zeg je? Een stukje van de band kwijt. En ik vond het is te erg om te laten zien. Ja. Zal mij wel erin. Ja, ik kan hier helaas niet alles laten zien. Maar jammer. Ik ga wel een blaastestje met je afnemen. Ja, kom maar op. Pak even het apparaat erbij. Blazen. Stop maar. Een P. Een hele snelle P in ieder geval. Voor mij een verklaring voor je snelheid. Ja. Ik zit in de buurt, rij even. Dat zei zo. Dat zei zo, oké. Ik doe er ook artikel 5 bij. En dat is? Ja. Dat is een algemeen artikel voor gevaar veroorzaken. Mm-hmm. Ik vind als je zo over zo'n weg heen rijdt, dat je daar extra voor beloond moet worden. Ja. Dat kan echt niet. Ja, ja, ja. Ook al ben je er 3 minuten geleden geweest. Ja. Er rijdt allemaal ander verkeer, andere mensen. Ja. Ondertussen heeft Michel het kenteken nagetrokken. Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Okay. Die wordt zo dadelijk opgehaald. Ja. Ik word zo dadelijk over teruggebeld. Rijbewijs, heb jij die nog nodig? Nee. Krijg je die wel terug? Ik heb een telefoonnummer voor je waar je maandag mee kunt bellen. Om waar het om gaat. Om te regelen wat je moet regelen. Mm-hmm. Ik denk dat je zelf wel weet waar je naartoe bent, toch? Of niet? Ja, wel. Toch wel? Of niet? Ja, maandag maar. Oké. Heb je nog iets van spullen uit de auto die je mee wil nemen? Nou, 4 kilo kookkruid. Gauw wegstoppen. 4 mag. Zorg ervoor dat wij het niet zien. Kijk. Goed. De firma Swink haalt hem op. Gezellig. Vaste klanten. Vaste klant? Ja. Vertel. Geweldig. Het staat allemaal wel in het systeem, hoor. Ik denk dat de sleutel. De naam van mijn familie wel goed in gouden letters gedrukt zat. Het gaat in ieder geval om de belasting. Mm-hmm. Dat die niet betaald is. Ja. En als die een aantal keer niet betaald wordt en de aanmaningen ook niet betaald worden, niet op gereageerd wordt, dan krijg je dit. Oh. Dat je op een gegeven moment vanzelf gesignaleerd komt te staan. Mm-hmm. En dat we de auto meenemen. Ja.
Nou, kun je beter gewoon in één keer regelen dat het goed is, toch? Ja. Maandag krijg je ook te horen hoe hoog het bedrag is. Mm-hmm. En als je dat allemaal betaalt, kun je hem opkomen halen. Oké. Okay. Dat is in ieder geval wat ze mij hebben verteld. Krijg je daar ook weer gewassen terug? Ik ben er bang voor. Nou. Hij is zo mooi schoon. Als hij niet te lang blijft staan, dan komt er geen stof op. Oké. In ieder geval bedankt voor de medewerking. Ja. Jij ook bedankt. Succes ermee. Fijne avond. Fijne avond. Oké. Okay. Hoi. Kennelijk heeft deze bestuurder niet aan zijn betalingsverplichting voldaan en daarom wordt zijn auto voorlopig afgevoerd. Voor zijn rijstijl krijgt de man een artikel 5 aan zijn broek en de officier van justitie zal zich verder over deze zaak buigen. Koos, de bestuurder die we net zagen kreeg naast de snelheidsboete ook nog eens een artikel 5 aan zijn broek. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Wordt hij dan niet gewoon dubbel gestraft? Nee, ik vind niet dat hij dubbel gestraft wordt. De snelheidsovertreding vindt plaats op een rechtstuk weg. Dat is gewoon een kale snelheidsovertreding. Maar hij gaat met diezelfde hoge snelheid, passeert hij ook nog een keer die gevaarlijke kruising. En dan ontstaat echt de kans op een ongeval. En artikel 5 zegt dat je daarvoor bestraft kan worden als je de verkeersveiligheid daadwerkelijk in gevaar brengt of kan brengen. En dat is in dit geval aan de orde. Deze bestuurder bleek gesignaleerd te staan voor een belastingkwestie of iets dergelijks. Maar is dat dan niet gewoon een zaak van de Belastingdienst? Waarom worden de surveillanten daarmee opgezadeld? Nou, in dit geval heeft de man kennelijk op de een of andere manier zijn belasting niet betaald. En of dat nou het BPM is of een wegenbelasting, of dat doet dan ook verder niet de zaken. En dan kom je op een gegeven moment in het opsporingsregister te staan. En dan kan de politie je daarop aanspreken. Nou, liet hij de surveillanten het voertuig uiteindelijk afslepen. Hoe gaat dat nou verder in zijn werk? Krijgt hij die auto nog terug? Nou, als er nog mogelijkheid is om bezwaar in te dienen, dan kan hij bezwaar indienen. En dan wordt eerst dat bezwaar behandeld en krijgt hij die auto terug. Als dat voorbij is, dus het is eigenlijk onherroepelijk, dan zal je of moeten betalen of die auto blijft staan, wordt verkocht. En uit de opbrengst wordt dan zeg maar de schuld betaald. Heeft het niet betalen van belasting nog andere consequenties? Bijvoorbeeld als je een andere auto gaat kopen of als je hem op naam wil laten zetten? Nou, als je een achterstand hebt met belasting betalen, dus de wegenbelasting, of je hebt openstaande boetes, dan kan je een auto niet op naam krijgen. En die maatregel die stamt uit de tijd dat we zogenaamde katvangers hadden. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld voor €25 een auto op hun naam laten zetten. Vaak zijn dat mensen zonder vaste woning of verblijfplaats die honderden van dat soort kentekens op hun naam hebben staan. En de oorspronkelijke eigenaar kan er maar doen en laten wat hij wil met die auto. Want de bekeuringen of de aanslagen voor de belasting komen bij de katvanger terecht en hij merkt er helemaal niks van. Straks krijgt deze wegpiraat de volle map. Rechts inhalen, ja. De snelheid en wat de dubbele doorgestreep. Wordt dus helemaal niet door de vingers gezien. Alles wordt gewoon hard aangepakt. Ja, maar er zijn nogal grove dingen die je doet. Het zijn niet zomaar dingetjes, hè? Krijgt deze wegpiraat de volle map. Rechts inhalen, ja. De snelheid en het dubbele doorgestreep. Wordt dus helemaal niet door de vingers gezien. Alles wordt gewoon hard aangepakt. Ja, maar het zijn nogal grove dingen die je doet. Het zijn niet zomaar dingetjes, hè? Wie oververmoeid achter het stuur gaat zitten, kan maar al te gemakkelijk in slaap vallen met alle risico's van dien. Vandaar dat de overheid telkens met grootscheepse campagnes waarschuwt om vooral geen slaaprijder te worden. Deze wegwerker is al vanaf 5:30 ochtends in de weer en het ziet er naar uit dat ik tot laat in de avond moet doorwerken. En daarmee bevindt hij zich al in de gevarenzone, zoals we zien in Rolde op de Asserstraat. Surveillanten Dick en Martin worden ingehaald door een Mercedesbus terwijl hier een inhaalverbod geldt. En uitgerekend deze wegwerker zou beter moeten weten. Allemaal inhaalverbod hier. Ja. En dan ligt de snelheid ook nog vrij hoog. 63. Ja, moet ik aan hebben? Ja, zet maar aan. Kun je mooi zeggen, stop met de parkeerplaats als moet. Maar deze bestuurder heeft andere plannen en besluit nog even in te halen, terwijl de maximumsnelheid hier 100 km per uur bedraagt. Geef hem aan de voorkant wel een stopteken. En dan heeft de bestuurder het eindelijk door. Hey, goedenavond, heer. Namens team is verkeerspolitie Drenthe. Wij zetten u aan de kant dat u ons voorbij bent gereden in Rolde. Aan de straat, dat geldt inhaalverbod, daar kan je bekeuren voor. Heb je een rijbewijs ook bij u? Nee, want ik ben daar gieten door de gang, zo noem maar de gang weg aan de gang doen. Ik heb last. Ja, dat blijkt wel. U rijdt ook harder dan dat toegestaan is. Ja, u rijdt 100, mag u op deze weg, u rijdt 115, 120. Zie je dat maar door de vingers heen. Heb je een rijbewijs ook bij u? Nee, ID-kaart bij u? Nee.
Anders waar u die mee kunt legitimeren? Nee? Nou, komt u in bij ons in de auto? We hebben wat beeld voor u, ik wil u hem laten zien. Ja? Kom erin bij mij in de auto. Kom maar. Goeiedag. Goeiedag. Dick van den Berg. U hebt druk, of niet? Ja, ik ben hier 9 uur als iemand die weg bezig. Goed, die berg is er al, dat is gevoorlijk. Dus, Dan wachten ze maar reepjes. Ja. 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 Hier begint in af het bord, hè? Ja, dat klopt. Ja, je kent die route wel, denk ik. Nou, dit is onze snelheid. Dan kom je straks ons voorbij. Voor de verklaring, ik ben nu de antwoorden verpleegd. Heeft u nog een verklaring af te leggen? Ja, ik mag er helemaal in, dus. Ja. Ah, zeg maar. Ja. Heb je de borden nog gezien? Ja. Okay. Ja. Meneer Bult, de boete is 160 euro. Ja. Kunt u een Giro kijkje van thuis sturen, alsjeblieft? Dit is een bon. Ja, bedankt. En, ik zag dat u meer bonnetjes in het dashboard hebt. Ja, maar... Verzameld u ze. Van mijn normale 6 ben ik al begonnen, dus... En dan wordt man vroeg ook... naar de toesbellen. Dus, Moet je vannacht nog deur dan? Ja, met die enorme massen. Hoe die godsen die bergen verzetten met de rotonde. Ja. Dus. En dan ben je vanmorgen hoe laat begonnen? Al 6 ben ik duurder gekomen. Hey, een heel goed rap bereikt. Ja. Maar mag maar, voor zeggen, kan het allemaal zo? Kan het allemaal zo? Ik weet niet hoe dat kan. Want de jongens kan dat allemaal niet. Nee, maximaal 11 uur achter elkaar. Dan moet je er zoveel uur tussen zitten. Want dan moet je straks, als je klaar bent, moet je het verdelen. Nee, nog op een Volnoven. De Volnoven. De Volnoven. En dan val je slaap en dan reet de bussen. En dan pik ik daar ook wel een collega op, hè? Ja, ja, maar die gedachte sturen. Oké. Okay. Ja. Hey, ondanks alles toch. Kalm aan. Ja. Oké. Okay. Precies. Ja. Ja, en werk ze dan? En maar denk er maar zo over na, zou ik zeggen. Over die lange werktijden. Hè? Huh? Ga inderdaad maar eens bij jezelf te raden, want wie vermoeid achter het stuur zit, wordt al snel een slaaprijder. De boete voor het inhaalverbod bedraagt 160 euro. Koos, de bestuurder die we net zagen, was 's morgens al heel vroeg begonnen met werken en was ook nog lang niet klaar. Maken die wegwerkers zulke lange dagen? Nou, het komt natuurlijk in elke bedrijfstak voor dat mensen lange dagen maken. Maar dan is het niet zo verstandig om daarna nog weer te gaan rijden. Nee, dat lijkt me inderdaad ook vrij onverantwoordelijk. Leidt dat in de praktijk vaak tot problemen? Nou, wat je ziet is dat als mensen vermoeid zijn, dat reactievermogen achteruit gaat. Dat ze situaties verkeerd inschatten, verkeerde beslissingen nemen. En in de praktijk is dat verkeersgevaarlijk. Want het blijkt dat de kans op een ongeval 4 keer zo groot is en dat zelfs in 15% van de ongevallen vermoeidheid een oorzaak is. Wanneer bevind je als bestuurder nou in de gevarenzone? Nou, als je begint te geven, als je onregelmatige snelheden gaat rijden, je ogen vallen half dicht of je kan niet fatsoenlijk tussen de lijnen blijven, nou, zoek dan maar een parkeerplaats op, want dan ben je echt aan de beurt om uit te rusten. Maar als mensen op vakantie gaan, benutten ze vaak de nacht om in één ruk door te rijden naar Zuid-Frankrijk. Maar dan zou ik dus gewoon zeggen, koffie en harde muziek. Nou, dat helpt me heel even. Koffie en harde muziek, daar kan je eventjes van opknappen, maar daarna komt die vermoeidheid absoluut weer terug. En als je lange ritten moet maken, is het onverstandig om vermoeid achter het stuur te gaan. En dan helpt koffie en harde muziek absoluut niet. Wat zou je de bestuurders mee willen geven? Nou, als je een lange rit maakt, plan hem goed. Plan er ook voldoende pauzes in. Slaap minimaal 6 uur van tevoren. En als het een lange dag wordt, is het nog beter om 8 uur van tevoren te slapen. Uiteraard geen alcohol drinken en zo min mogelijk 's nachts rijden. We rijden mee met de regio Midden- en West-Brabant bij Hilvarenbeek op de N269. Sorviante Remco en Sietse zien hoe deze bestuurder inhaalt over de doorgetrokken streep terwijl er tegenliggers naderen. Ja, dan krijg je een probleem. Dubbele doorgetrokken streep. Laat nu snel gaan rijden. Hij pakt de linkerbaan, denk ik. Kun je hem gelijk halen? Nee. Ja. Ja, dat moet hij afnemen straks. Deze bestuurder wil wel doorrijden, maar hij wordt opgehouden door zijn voorligger. Nog 33 nog. En wat gaan we nou beleven? Lekker rechts inhalen, man. Nou, dat is wel een aardige manier. Dat is wel drie te pakken, hoor. Kijk wat die 70 doet dadelijk. Die snelheid erover haalt. Nou, wat? Ja. Zijn eigen kanaal. Ik heb nog 111 in de remming in het 70, hè? Probeer hem bij de benzinepomp eraf te halen. Ik weet niet of het lukt. Daar overheen. Volgen staat aan.
Sietse spreekt de bestuurder aan. Goedendag. Ja. Hendrik Studio Surveillance. Jouw rijgedrag. Je gaat dubbele doorgetrokken streep. Ja. 133 meet ik geef ogenblik. Waar je 100 mag. We meten 111 waar je 70 mag. En je haalt een keer rechts in. Okay. Nee? Kom even binnen. Dan hebben we even de videobeelden zien. Even je rijbewijs meenemen. En plaats. Ja. Goedendag. Goedendag. Ik houd voor je hoofd. Oh, sorry. Frère Jean is naam. Hoi. Kijk, hier zit je achter die vrachtauto, hè? Ja, klopt. Hebben we die... Was dat ook een stukje strip? Daar kon je naalden? Ja, hier zitten er twee zelfs. Oh, nee, daar had ik niet in de gaten. De snelheid had ik in de gaten, maar dit had ik echt niet in de gaten. Ja, dat is wel duidelijk. Je bent continu aan het zoeken, hè? Je bent continu aan het zoeken of dat je er voorbij kan. Nou, dan krijg je op een gegeven moment een gaatje en dan maak je er ook gebruik van. Dat is op zich nog niet zo'n probleem, maar jij kunt, omdat je ook zo kort op je voorganger zit, kun jij niet inschatten hoe groot de afstand is tussen deze vrachtauto en die volgende. Kijk, want je moet hier terug, omdat daar verkeer in die bocht zit. Ja. Dan denk je, oh shit, en dan moet je ertussen. Ik wou sowieso wel volgen. Oké, dat was ook de bedoeling. Nee, dat was niet zo van dat ik door de moet komen verkeer uit te voeren. Dat was wel dus... Maar je kunt gewoon niet goed inschatten wat de afstand is tussen die twee vrachtauto's. Dus dan maakt het gevaar ook een stuk groter. Even kijken, we rijden hier zo op de provinciale weg. En dan komen we hier op, dus wordt het 100. Ja. We hebben hier een meting gestart. Ja. En voor de eerste meting komt hij uit op 133. Dus dat is al 33 overschrijding. Nou, dan gaat het je nog niet hard genoeg en dan ga je dadelijk een autootje rechts inhalen. Hier. Waarom doe je dat? Omdat hij veel te lang links overdreed en zonder het eigenlijk snelheid te maken. Oké, okay. Dus maar als hij al boven de 110 zit? Dat klopt, daar heb ik... Dan hoeft hij niet harder, hè? Dan is het gewoon eventjes wat meer rust in je rijgedrag toepassen. Dan, dat klopt. Hè, dan is zo'n actie niet nodig. En dan komen we hier op een gegeven moment op het 70 gedeelte. Dan is het gewoon 70 gemaakt vanwege op- en afritten. Ja, dat klopt. De kruisje met verkeerslichten, die gaat hierin. Nou, dan gaan wij al met 138 in, hè? En dat is jouw snelheid, dat is invordering, hè? Nou, we gaan hier een meting starten. Dan moet je iets inhouden en dat is denk ik je geluk. Kijk, en dan komen we in de remming zelfs nog, want dan ben je eigenlijk met remmen ermee. Dan blijven we op dezelfde afstand bij jou. Ja. En dan komt er in de remming komt er nog een snelheid uit van 111. Dus als je niet had hoeven remmen, A, voor de verkeerslichten, B, voor het voertuig wat er voor je rijdt, dan was je hem kwijt geweest. Okay. Vragen over de beelden? Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. Waar krijg ik nou de boete voor dan? De boete, ja. Rechts inhalen, ja. De snelheid en dat de dubbele doorgetrokken streep. Wordt dus helemaal niks door de vingers gezien. Alles wordt gewoon hard aangepakt. Ja, maar het zijn nogal grove dingen die je doet. Het zijn niet zomaar dingetjes, hè? Ja, maar... Of zie ik het nou verkeerd? Ik geef je toe dat de snelheid is... snelheid tot twee keer toe. Bewust heb overschreden, maar bijvoorbeeld de doorgetrokken streep had ik even eigenlijk niet bij stilgestaan. Ja. Maar moet je even naar me luisteren. Niet bij stilstaan of het niet doen. Ik heb het niet. Ja. Het is een hele duidelijke. Het is niet een klein stukje streep wat je daar ziet. Het is een hele stuk. Is het dus dubbel doorgetrokken streep. De hele inhaalactie is zinloos geweest wat je daar doet. Ja. Want ik zag het hele nut er niet van. Ja. En het is gevaarlijk. Dan moet jij mij eens uitleggen. Ja, wat je dan al. Omdat hij toch al drie boetes heeft. Dus... Ja, maar. Kijk, als wij nou een gevaarstelling hadden ontdekt in overige verkeerder die dus reageert op jouw move, dan hadden we het rijbewijs ingevorderd. Dan was hij kwijt geweest. Ja, ik snap het ook wel. Maar dan hadden we dus gewoon de justitie opgestuurd dat jij een gevaarlijk rijgedrag vertoont. En dat scheelt niet veel hoor, met artikel 5 wat je nu allemaal aan het doen bent. Je rijdt te hard, je haalt rechts in, je haalt doorgetrokken streep in. Dus dit rijgedrag gaan we niet belonen, nee. Ik vraag ook niet om beloning. Nee, maar nee, dus gaan we dus ook gewoon... Ja, dan krijg je drie bekeuringen. Kun je tenminste met een gerust hart slapen vanavond? Nou, dat kan ik altijd hoor. Ja? Dat kan ik altijd. Dan slaap ik geen seconde minder om, of niet? Nee. U waarschijnlijk wel. Ik? Nou, ik maak me daar niet druk om. Absoluut niet. Nou, gelukkig. Absoluut niet. Gelukkig. En wat is de schade? Ik heb er een hele lange slier van gemaakt. Deze is doorgetrokken streep, €160. Het rechts inhalen is ook €160. En de laatste bepaalde officier van justitie. Het is meer dan 30 te hard. Oh, oké. Okay. Ondanks alles een prettige dag verder. Ja? Ja? Oké. Okay. Deze bestuurder kan praten als brugman, maar er worden helaas geen overtredingen door de vingers gezien.
De bekeuringen voor het rechts inhalen en de doorgetrokken streep bedragen opgeteld €320. En de snelheid is goed voor een invordering van het rijbewijs. Volgende week in Wegmisbruikers moet deze coureur tijdig aan de start van de Super League verschijnen. Er is niet op een of andere manier eens een keer... Ja, ik weet wel dat het niet netjes is, maar ik kon hier rijden zo meteen bij de wedstrijd. Ja, maar dan ben ik heel kort en zeg van waarom ga je hier de weg?